Thomas Ouwejan uit Heilo. Sommigen kunnen misschien een debuut maken bij Telstar. Had jij misschien kunnen doen. Of bij Kozakken Boys. Maar jij doet dat in San Mames. Hoe is dat? Ja, dat is natuurlijk geweldig. Natuurlijk fantastisch stadion. Zat nog goed vol ook. Dus een mooie ervaring zeker. Ja, en dan het eerste fluitsignaal. Wat doet dat dan met je? Of ben je volledig gefocust? Ja, een uur voor de wedstrijd ben je gewoon volledig gefocust op de wedstrijd. Dan hou je daar eigenlijk niet meer mee bezig. Dus dat ging prima op zich. Ja, hoe vond je het gaan? Ja, eerst zelf was ik zeker tevreden. Ja, ging wel lekker op zich. Tweede helft kwamen wij wat minder aan de bal. Dus kon ik wat minder doen eigenlijk. Maar overal ben ik wel wat tevreden, ja. Niet helemaal ongeschonden naar de wedstrijd gekomen, zo te zien. Nee klopt. Nee, hier koppen tegen elkaar nog. En na 72 minuten zo kreeg voelde ik de krampen opkomen. Dus ik denk, voordat het te laat is, ga ik maar uit. Wie was Radio Noord-Holland tijdens de wedstrijd bij de Forestus in Heilo? En sprak met oud-ploeggenoten van jou. En die zeiden van, die jongen heeft een aardig linkerbeen. Daar moet hij veel meer mee doen. Ja, nee, dat klopt. Ja, vorig jaar, jaar ervoor veel gescoord ermee. Maar ja, was nu nog wel lastig als linksback. Dus ja, komt nog wel hopelijk. Wat doet dat met je als al die, ik geloof dat de jongens, 7, 8, 9 jongens had je oude team die daar gewoon bij elkaar komen om naar je te kijken? Ja, dat is zeker leuk om te horen. Ja, dat doet wel wat met je. En nu verder, hè? Ja, hopelijk kan ik de volgende wedstrijden er weer bij zitten. Ik ga gewoon mijn best blijven doen. Ja, want er zijn eigenlijk, ben je nou meer linker middenvelder, linksback volgens mij wel, hè? Ja, ik ben eigenlijk gewoon linker middenvelder, heb ik de laatste jaren gestaan. Maar als het moet kan ik ook gewoon linksback, daar heb ik bij nationale teams ook wel gestaan. Dus ik weet wat je daar moet doen. Nou ja, de competitie moet maar aangegaan worden dan, hè? Zeker, ja. Ik ga mijn best doen.